ik wil een van harte welkom op het grote politiek debat. Ik zal gewoon hopen dat het een groot politiek debat wordt. In ieder geval een fantastisch mooie opkomst. En zoals je weet, dingen gebeuren nooit vanuit zichzelf. Daar zitten altijd mensen achter die het moeten organiseren. We horen al naar de uitslag van 4 jaar terug. Die compromis, uiteindelijk gaat het om het maken van een coalitieakkoord. Of uw knoopjes allemaal dicht zitten. Of de rits van uw broek dicht zit. Daar ging het om. En of uw stropdas recht zit. Maar dat dekt niet. Participatie, maatschappij, participatiepolitiek. Mensen die hun spelen. Maar ook de mensen in hun spelen naar de overheid. Er wordt wel eens ook meerdere keren aangegeven dat de bestemmingsplannen te krap zijn. Er ontzettend veel maatregelen getroffen moeten worden om de uitgaven van de overheid terug te brengen. Die taken die op de gemeente afkomen op een goede zicht. Niet rechts, bijvoorbeeld je zegt recht door zee, van in zee je maar even vindt weg, maar recht door is ook goed, maar recht door goed. Goeie, hè, dit jongetje, dat zie je dan mij op een of andere manier. Ik zeg, ja, ik bid ook ja, bijna wel elke dag. Leef. En van daaruit formuleren wij ons beleid en van daaruit bedrijven wij gezonde politiek. En jou houden we ook rekening met de gemeentelijke financiën. Nee, laten we het voortvloeien in het beleid. Wat wij in ieder geval gaan voortzetten de komende tijd. Het is beleid voor een vaste standplaats voor de ambulance. En daarmee ook weerstandsvolle wethouder Arne Westerhoek de afgelopen jaren naar Posten. Hebben we er heel hard aan getrokken om die Rotterdam open te krijgen en het is aanleg te staan. Dan zie je dat we van allerlei regelgeving telkens weer een stuk weg vooruit gaan. We zijn er bijna, maar ik durf het met geen garantie. Maar ik merk nu een beetje in de discussie dat als we onze ziekenniveaus bij elkaar houden, dat er geld tekort kwam. Ik begrijp niet hoe je met rookroken aan de ene kant kunt stellen dat je geld tekort komt en aan de andere kant dat je geld genoeg hebt. En daarin zien we toch wel wat partijen lijnrecht tegenover elkaar. Er moet niet een suggestie gelegd worden dat het college op niet acceptabele wijze met de mondresultaties omgegaan. Dat is wel een spreek. Dat kost de 650 euro. Ja, maar meneer, ik heb er alleen maar. Hoe het ongeveer eruit moet komen te zien, neem alle punten mee wat je nog op je weg gaat komen. En pak daar automatisch, gratis en voor niks het advies uit. Dat bespaart de gemeente dat een hele hoop van ondersteuning, initiëring, financiering, in plaats van wat voorwaarden. Merendeel is ervoor. VVD twijfelt nog een beetje, is voor. Alleen ik heb de SGP nog niet gezien. Zijn we ervoor, Chris? Arie? Ik zijn er ook voor. Daarom zou ik u willen adviseren. Kijk goed wat er geschreven is, wat er gezegd wordt. En maak daarop, basis daarvan, uw keuze. Het is de moeite waard. Het is het belangrijkste democratische moment in deze gemeente, 19 maart. Ik nodig u ook van harte uit, uiteraard in Velevine, om op 19 maart hier weer naartoe te komen. Dan wordt de uitslag bekend en dan weten we hoe de samenstelling van de raad voor de periode 2014-2018 eruit zal zien.